Waarom wil je me nu dood hebben? Ik dacht dat we vrienden waren geworden. Ah! Oh, hey Bendy. Ik probeer je niet tegen te houden. Ik probeer je niet dood te maken. Waar heb je het over? Ik kan het zelf niet geloven. Maar het is toch echt zo. Het is eindelijk zover, dames en heren. Het begon allemaal op 14 augustus 2017. En dan is het nu eindelijk tijd voor het einde. Wij spelen Bendy and the Ink Machine, hoofdstuk 5. En vind jij dat nou leuk, laat dan een duimpje omhoog achter. En vergeet deze video niet te delen met iedereen. Bendy and the Ink Machine wordt altijd best wel kut ontvangen bij mij. Ik weet niet waarom, ik dacht dat ik het wel leuk deed. En vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Maar waarom zou je niet willen abonneren op de coolste YouTube-familie van heel Nederland? Oh ja, en ik ben ook een beetje ziek, dus dat is cool. Daar zijn we dan hoor. Hoofdstuk 5, het laatste rolletje. Waar zijn we nou weer beland? We hadden Boris, of nee, Tom en... En Alice Angel ontmoet, de goede versies van hun. Maar waarom zit ik in een gevangenis? Who are you? Ik ben Wilbo! I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Ben je geboren en je kan meteen praten? Wauw! Chapeau, chapeau! We don't even know what you are. Ik ben een mensje, dankjewel. I honestly don't know my name. Alice Angel, kan je even stoppen? Met teken op de muur, alsjeblieft. You go back and rest. We'll talk again later. Nee, ik wil nu praten. Laten we verder gaan met de conversatie. Oké, nee, ons poppetje is al gewoon aan het slapen. Hij is gewoon al helemaal zen. Hey Tom. Nou, hij is zo te zien niet echt heel erg blij mee met dat hij op ons moet passen. Het bevalt me niet hoe hij met die bijl gaat slaan. Oké, en we hebben oogcontact. We hebben oogcontact. Oh, ik ben aan het tekenen zo te zien. Dankjewel. Oh, wat ben je lief. Geef niks. Ik ben blij dat ik in ieder geval iets heb. Ik heb honger. Tom? Ga je nou van ons stelen? Oké, ik weet wel waar we staan. Ik mag je niet meer. We vragen je af waarom? I know you're watching me. It's just a little creepy. Ja, hallo. Tuurlijk kijk ik naar je. Je bent mooie muurschilderingen aan het maken. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So I kept looking and found more and more messages everywhere in the studio. Whoa. See them with your eyes. Only through this. Take a look. Dankjewel dat je me dit laat zien. Zij heeft een halo boven haar hoofd. Zij is een engeltje. Zij is echt een engeltje. Please let me out of here. Alsjeblieft. Tom thinks you're dangerous. Ja, maar fuck Tom. You're the hope I've been waiting for. Als je denkt dat ik de oplossing ben, laat me vrij. Ik hou van je. Ik zal de liefde met je bedrijven. Zei ik dat hardop? Nee, het is niet eens waar. Ik maakte maar een grapje. Hey. We maken grapjes op dit kanaal. Hij is nog steeds heel boos. Hij is nog steeds heel boos. Ja, ze zwaait gewoon even naar me. Hey! Hi Alice. Oh, ga je nou alweer creepy oogcontact met me maken, Tom? Hou op alsjeblieft met die pijl en met dat oogcontact. Ik word er bang van. Ja, wat is er aan de hand? Oh nee! Bendy komt eraan! Laat me vrij! Oh, tuurlijk schudt hij nee.
Hij is gewoon jaloers. Hij is gewoon jaloers. Natuurlijk, kijk mijn boos naar me. Hij is gewoon jaloers omdat ik zo'n knappe jonge man ben. Je tekent mooi. Wie heeft dit bericht voor mij achtergelaten? Dit zijn mijn tekeningen die ik net gemaakt heb. Er is hier niemand in geweest. Laat me hier buiten zoveel vragen. Vlucht. Welke deur? Volg mij. Lepel. Tuurlijk staat een lepel. Dat staat ook heel random. Wat? Een geheime deur. Die zat er al die tijd. Kon ik dit ding niet eerder gebruiken? Oh. Dit is waar ik naar de wc ging. Oh. Heb ik nou de hele tijd voor niks op de grond zitten poepen en plassen? Zat er al die tijd een geheime wc? Wat moet ik zoeken? Hier is sowieso... Wat heb ik nodig? Yeah! We hebben een item waar ik iets aan heb. Kan ik nu hier loskomen? Wauw. Alice was heel erg slap als ik het zo kan slaan. Hier sliepen hunders met z'n tweetjes. En hier ligt weer soep. Een beetje met soep afnemen, vieze klojo dat het ook is. Het doet hem helemaal niks ook. Hun zijn gewoon gevlucht. En zo te zien komt er niet eens iemand aan. We zijn hier gewoon veilig. Ze zeiden dat Benny kwam, maar ze willen gewoon een excuus om mij achter te laten. Nou, ik ga al hun soepjes opdrinken. Wat zullen ze daarop hebben? Hallo? Man, wat is deze gang donker en creep. Hi. Nee. Ah, waarom leeft hij nog steeds? Eén ding is zeker. Inkt zal nooit meer hetzelfde zijn na dit spel. Waar zijn ze heen? Hebben ze me nou echt in de steek gelaten? Ik kan het niet geloven. Ik dacht dat we een relatie hadden. Hey Inkt. Laat me met rust. Moet ik dan nog steeds bang zijn van Inkt? Jesus, dat ben ik al niet meer sinds episode 2. Oh, wat leuk. Ik kan hier gewoon echt gaatjes inslaan. Dat is wel een leuk detail dat ze erin hebben gedaan. Nieuw objective. Launch the... Oh... Dit is de barge. Dit is de... Ik weet niet wat een barge is, maar dat is dit dus blijkbaar. Ik wist niet eens hoe ik hem moest vertalen. Maar dat is dit. Mag ik erin? We hebben onze opdracht voltooid. En nu kan ik erin. Zo, moet ik dit ding zelf bedienen of hoe zit dat? Volg de inkrivier. Nou, dat lukt me wel. Hoe kan ik eigenlijk sturen of moet ik gewoon rechtdoor indrukken? Dit enge tunneltje bevalt me niet. Ik bedoel, wie vertrouwt tegenwoordig er nog een enge tunnel? Doe me een beetje denken aan die animatron attracties van Disneyland. Oh, een paar kloddertjes inkt. Gassen! Oh god! Het zit achter ons aan, ik weet het zeker. Ik voel het aan mijn water. Nee, kom op, zit er nog... Zo. Oh god! Ben ik nou dood gegaan? Was ik nou niet snel genoeg? Rewind naar het stukje dat ik het haal. Oh god, volgens mij zie ik daar het einde. Volgens mij zie ik daar het einde. Oh god, zeg alsjeblieft dat we het hebben gehaald. Dan ben ik zo blij. Laat me snel uitstappen. Ik wil hier niet meer in zijn. Joeie. Hallo meneer. Zit je daar vrolijk te vissen? Ik denk niet dat je daar vis vangt. Tijd om maar gewoon verder te gaan met mijn leven en bestaan. Maar natuurlijk wel eerst even een gaatje hierin. Ik kan niet meer terug. Nou ben ik nog zo dik. Is dat nou Sammy? Sammy, ben jij dat? Ik weet nog dat ik je zag in de eerste episode. Eerste episode. Eerste episode. Eerste episode. Oh, dit is Sammy. Ah, Sammy, ik wist dat je niet te vertrouwen was. Waarom wil je me nu dood hebben? Ik dacht dat we vrienden waren geworden. Sammy, kunnen we er niet over praten? Ja, haha, ik heb je masker afgeslagen. Jij vies nerdjochie. Ik zal het je nooit vergeten. Oh, hij heeft geen gezicht. Ik heb niks gezegd. Oh, karma. Karma komt jouw kant op, meneer. Karma komt jouw kant op. Yeah. Tom mag me eindelijk. Gelukkig. Dat is heel lief. Hij mag me nu. We zijn uw beste vrienden. Inderdaad, we blijven samen. We blijven samen, Alice. Ik doe het de hele tijd al in mijn eentje, dus ja. Waarom kijk je nog steeds zo boos naar me? Waarom draaide je zo creepy naar me om? Ja, dat vind ik best wel creepy. Ik mis Boris nog steeds, ook al mag ik je nu. Je vervangt Boris niet. Boris is mijn enige bro. En Alice. En Alice ook. Okay. Oh, we zouden samen blijven! We zouden samen blijven! Oh, tuurlijk is mijn wapen nu ook weg. Nu ben ik ook weer wapenloos.
Dit bevalt me wel. Kijk of je nog ziet. Oh nee. Oh nee, jullie weten wat dat betekent. Dat betekent dat er hier een monster achter ons aan kan komen waar we voor moeten vluchten. Nou prima, laten we maar hierheen gaan. Zo te zien moeten we dus wat buisjes vinden. Drain the passage, komt goed. Laten we nu eerst hier naar luisteren. Wel, dat klinkt niet goed. Als ik ten eerste is zo... Oh, we moeten natuurlijk wel inklokken, hè. We moeten natuurlijk wel altijd die payroll binnenkrijgen, hè. Oeh, wat is dit? Daar zag ik iemand lopen. Ah, nee. Niet die weer. Nou, hier is een tapeje zo te zien. Ik ga de andere kant op. Ik ga gewoon de tegenovergestelde kant op van waar ik dat ding heen zou gaan. Nou nee, dit is een doolhof. Nee, laat me met rust. Nee. Oh boy. Ik kan niks vinden meer. Ik ben verdwaald. Nee. Oh. Nee. Ik dacht even dat ze me niet konden vinden. Oh man, ik heb echt geen idee waar ik naar zoek nou eigenlijk. Maar laten we eerst maar even hierna gaan luisteren. Nou, precies. Groot gelijk heeft die jongeman. Maar ik heb het gevoel dat ik hier dus inkt in moet krijgen. En dat ik van dat inkt buisjes kan maken ergens. Maar dat is slechts een... Oké, dat scheelde niks. Doei. Hey, daar is Joey Drew's kantoortje. Ik wist het. Laten we maar eens even goed luisteren naar wat Joey Drew nog een keer te zeggen heeft. Joey, je bent een beetje gek bezig met je voice memo's. Ik vertrouw je helemaal niet meer. Niet dat ik je ooit vertrouwd heb. Maar kijk eens aan, we hebben hier ons eerste blobje gevonden hoor. Precies wat ik dacht. Eens even kijken, als ik het goed zag, is hier een machine waar ik het inkt in kan doen. Nee, dat wil ik niet, doe even normaal. Wat wil ik ervan maken? Nou, sure, ik doe wel als eerste de vier weg. Sluis, ding, buis. Komt u maar! Oké, we dus... Uh-oh. Uh-oh.
Ik weet wat dit betekent. Oh, Bandy is hier. Ah, hij is weg. En dan gaan we nu naar de film vault. En dan pluggen we daar het eerste buisje gewoon in nu. Hoe doe ik dat? Zo? Ja. Oké, nog 2 buisjes te gaan. Tadaa! Oké, nog 1 te gaan. God damn it. Nee, nee, nee. Laat me leven. Oh god, nu ben ik dood, hè. Nu ben ik dood. Nu ben ik dood. Niet. Ja, wat wil je nu doen, hè? Wat wil je nu doen? Je kan niks. Loser. Probeer me maar te pakken. Probeer het maar. Heb het lef. Hij kan er echt niet bij. Hij is helemaal verward. Oké, hier hebben we dan het laatste blopje. Die gaan we erin doen. Voor ons laatste onderdeeltje. Nu is het hopelijk gelukt. Kijk, nu doe ik het laatste stukje erin. Boom. En nu is dat genoeg om verder te gaan met het verhaal. De deur wil niet open. Wat zouden we in deze kluis kunnen vinden voor geheime dingen? De kluis loopt dood. Kijk of hier verder nog geheimen zijn. Wow, dat is een interessant geheim. Ik denk dat jullie dat maar wel even moeten doen. Luister er maar even naar. Hey, waar komen jullie nou opeens vandaan? Ik kon jullie hulp wel gebruiken. Jullie zaten de hele tijd achter mij aan. Ik heb geen andere keus. Ik moet naar de schuilplaats van Bandy. Oh, oh wow. Oh, dankjewel. Oh, je had mijn fetch quest verspaard. Dankjewel. Dankjewel, Tom. Oh, ik dacht al. Oh nee, daar gaan we weer hoor. We moeten weer allemaal dingen gaan verzamelen. Oké, we gaan dus naar Bandy's schuilplaats. Ik sta stil. Oh, daar is die hoor, Bandy. Maar ik zal niet bewegen. En jullie ook niet. Zit stil, dames en heren. Zit stil. Anders komt Bandy je pakken. Waarom kijken we er nog steeds zo boos aan? Wat hebben we elkaar aangedaan? Waarom ben je boos op mij? Oh, kijk. Ja, dan gaan we toch gewoon die kant op. Als je teken ziet zoals dat op de muur staan. Dan ga je daar toch gewoon heen. Kijk eens aan. Hebben we hier de inkmachine. Daar is die hoor. Yep, waarom gaan jullie überhaupt met me mee? Ik heb niks aan jullie gehad. Kun je nou even stoppen met mysterieus doen? Ja, oké, dat zal ik zeker doen. Hé, jongens, zie je later. Hey, wens me succes. Ik ga iemand doodmaken. Ik ga Bandy doodmaken, denk ik. Ja, dat hebben me ook geen wapen gegeven. Dus dit, ik heb hier echt vertrouwen in. Dit kan toch alleen maar goed gaan. En weer een afspeeldingetje. Laten we even luisteren wat deze te zeggen heeft. En dat is... The End. Wauw. Oh, hey Bandy. Ik probeer je niet tegen te houden. Ik probeer je niet dood te maken. Waar heb je het over? Je hoeft niet te transformeren in een groot monster. Ik heb geen wapen. Hi Bandy, wat zit je lekker op je troon? Oh, nee. Zeg alsjeblieft dat ik het op... Oh, ik heb het overleefd. Oh, ik ben door de muur gegaan. Oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ik zie pijltjes op de grond. Oh, hier, dit is de eerste. Waar is de volgende? Oh, hier. Oh god, daar is de volgende. Nee! Oeh, oeh, oh, 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 oh. Dat scheelde niks. Heb ik de deur al open? Oh ja, de deur is gewoon nog open. Denk ik. Wie lacht er nu? Ik nog niet in ieder geval. Moet ik hier aan draaien? Bandy. Oh god. Hoe versla ik Bandy? Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Oké, cool, ik denk dat dat is wat ik moet doen. Oké, cool, op naar de volgende. Op naar de volgende. Op naar de volgende. Doe maar. Oké, I did it. Het is een beetje donker. Ik ga naar het licht toe.
Ik denk dat dat is waar ik heen moet. Oh man, wat staat ons meer te wachten? Ik hoop dat we het zo overleven. Ja, daar is de troon. Daar is de ending. Doe het erin. Jij krijgt het einde, Bendy. Jij krijgt het einde. Iedere serie heeft een ending nodig, Bendy. Iedere serie heeft een ending. Ha, eindelijk. Terroriseert Bendy me niet meer. Eindelijk. Zeg maar doei tegen zijn terror. Wat? Alles ziet er zo normaal uit. Alles is zo gewoon. Bendy wins. Is dit een andere ending of zo? Oh, je hebt een Bendy wins ending. En je hebt een, zo te zien, ook eentje dat Boris al die tijd Bendy was. Is dit concept art of iets dergelijks? Wat is hier aan de hand? We zien een persoon. I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. Is dit Joey? I know. You have questions. Zeker, ik heb er heel veel. Weet ik veel? The success starved me. Nothing left but lines on a page. Okay. In the end, we followed two different roads of our own making. Uh-huh. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. Zeker. Our creations become my life. Het is nooit goed. You were always so good at pushing, old friend. Hij is oud! Dus dat betekent als wij leeftijdsgenoot zijn dat ik ook oud ben en dat ik daarom zo traag ben de hele game. Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Wat? Wat? Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Maar dat was chapter 1! Dat was chapter 1! Het loopt weer in een cirkel! Het eindigt met... Er komt meer aan! Waarom staat de inkmachine in zijn huis? Congratulations on your success, Henry Stein. Tell me another one, Uncle Joey. Ik wist het! Tell me another one, Uncle Joey! Er komt een sequel, sowieso! Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van mijn Bendy-serie. Ik ben benieuwd wat de sequel is. Ik heb er in ieder geval nu al ongelooflijk veel zin in. En dan zie ik jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei! These scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to social.